Monumentendag en teken, kunst en ambacht. Spectaculaire menwedstrijd in IJsselstein. Het is vandaag 15 september. Dit is het Pelemaasjournaal. Afgelopen zaterdag stond op Venraai in het teken van Open Monumentendag. De dag begon met een symposium in de raadzaal van het gemeentehuis. Namens de stichting Venraai Monumentaal heet ik u allen van harte welkom op het symposium Koester een Monument. Afgelopen zaterdag werd door de stichting Venraai Monumentaal een symposium georganiseerd in de raadzaal van het gemeentehuis van Venraai. Dit allemaal ter gelegenheid van Open Monumentendag 2015. Het is een landelijk fenomeen, Open Monumentendag, zelfs Europees op dit moment. En hij wordt nu voor de 29e keer georganiseerd. En in Venraai het thema is nu kunst en ambacht. En daar wordt dus door ons ook op ingespeeld. Dat inspelen begon in de ochtend met een symposium in de raadzaal. De publieke belangstelling viel wat tegen, maar de onderwerpen waren des te interessanter. Nou, op het symposium komt aan de orde onder andere waarom je monumenten zou moeten bewaren en dat het belangrijk is om je daarin te verdiepen, historisch onderzoek, om te kijken welke elementen waar echt waardevol zijn. Want natuurlijk, iedereen begrijpt in een pand van 100 jaar, daar wil je tegenwoordig niet meer in wonen. Hè? Dat moet aangepast worden aan de huidige tijd. En dat moet dus ook mogelijk zijn. Als je maar zorgt dat de sfeer en het karakter van het pand wel bewaard blijft, of zoveel mogelijk bewaard blijft. Maar dat symposium was niet het enige wat er georganiseerd werd. Nou, vanmiddag vanaf 1 uur is op het Schouwburgplein een kunst- en ambachtenmarkt, waarin ambachtlieden demonstreren en hun vak uitoefenen. Dus dan kun je zien hoe dat er tin gegoten wordt of glas en lood gemaakt wordt. En dat is niet alleen zijn ze lijfelijk aanwezig, die mensen, maar er worden ook filmpjes van gedraaid. Het is toch redelijk uniek dat Venraai vandaag dan zoveel ambachtslieden hier heeft, aangezien niet meer iedereen dit kan. Ja, juist. Het is inderdaad uniek en daarom broodnodig dat daar extra aandacht aan besteed wordt. En in de hoop dat zij ook hun expertise en hun vakkunde kunnen doorgeven. Het in Venraai liggende Sint-Anna-terrein ligt nog vol met mogelijkheden. Hoe kun je ervoor zorgen dat de panden die er liggen een mooie nieuwe bestemming krijgen? Ja, je moet het niet onder een stolp zetten. Het moet wel leefbaar zijn en leefbaar blijven. En dan moet je misschien concessies doen. Maar wel zorgen dat de ziel in het terrein behouden blijft. En als de monumenten niet onderhouden worden, dan verdwijnen ze ook. En dan heb je er helemaal niks aan. Dus we hebben liever dat het herbestemd wordt, dan dat het leeg staat en verpauperd en over 10 jaar helemaal niet meer er is. Een open monumentendag in Venraai? Maar wat voor moois is er in Venraai allemaal te vinden? Nou, je moet vooral door de grote straat lopend naar boven de etalages kijken, want daar zie je nog heel veel oude elementen die juist dat maken dat je weet dat je in Venraai bent. Dat zie je niet in Rotterdam of in Arnhem of zo. Maar monumenten zijn heel kenmerkend en bepalen de identiteit van de stad of van het dorp. Daarnaast heb je natuurlijk ook losse elementen, heel veel kerken, en dat is natuurlijk best wel zorgelijk. Hoe kunnen die eventueel, als dat nodig is, herbestemd worden? En wat willen we daarvan bewaren? Want een onderdeel van het symposium is ook een toelichting op een eventueel plan om van de oude Vredeskerk, wat nu kantoor is, misschien wel appartementen te maken. En wat blijft er dan nog van het monument over? Dat is een interessante vraag. IJsselstein was afgelopen weekend het toneel van de jaarlijkse samengestelde menwedstrijden die georganiseerd werden door menvereniging Peel en Maas. Aan de start verschenen enkelspan, dubbel- en vierspan combinaties. Ruim 90 aanspanningen waren afgelopen weekend paraat op het terrein aan de Rauwkuilenweg in IJsselstein. Voor het publiek was de waterbak natuurlijk de mooiste hindernis om te bekijken. De organisatie was in handen van menvereniging Peel en Maas en dat is een nieuwe naam.
De naam is helemaal nieuw, maar de vereniging is eigenlijk een soort fusie, kun je zeggen, uit twee verenigingen die al heel lang bestaan. Aan de ene kant de NLA, Noord-Limburgse Aanspanning. Dat is een vereniging met wedstrijdrijders, waar mensen die zoals hier vandaag bezig zijn wedstrijden rijden en daar heel ambitieus in zijn. En aan de andere kant de recreatie Menders IJsselstein. Dat was eigenlijk weer een recreatieve vereniging met behoorlijk veel leden, die voor hun plezier met paard en koets rijden. En enkele nemen ook deel op een recreatief niveau, maar dus niet per se om te moeten winnen. Toch is het enthousiasme en gedrevenheid van de deelnemers er daarom niet minder op. Ja, de waterpark is natuurlijk heel leuk om te zien. Hè. Voor het publiek is dat natuurlijk altijd de eyecatcher. De paarden gaan het water in, het water uit, er spettert veel. Soms gaat het wel eens een keer op zijn kantje en soms wel eens een keer zijn koets op zijn kantje. Het gebeurt gelukkig niet vaak, willen we ook liever niet. Hè. Maar het is de spectaculairste hindernis. En ja, dat trekt eigenlijk het publiek. Het is het mooiste spektakel. Hoewel het terrein en manege dit jaar van eigenaar is gewisseld, heeft dat voor de menvereniging en het organiseren van de wedstrijden geen gevolgen. Dat wordt gewoon voortgezet, dus gewoon lekker alles zoals het hoort. Nieuwe eigenaar Mountain Horses VMD is eigenlijk uniek in de regio, want men heeft geen normale paarden. Wij hebben een speciaal type paarden, dat zijn dus Mountain Horses, Rocky Mountain Horses en Kentucky Mountain Horses. Dat zijn gangenpaarden, dus ze hebben één gang extra en dat is de tult. De tult is een viertaktmaat en die geeft als gevolg dat de ruiter niet uit het zadel komt. En dat is voor mensen met rugklachten of minder valide weer een groot voordeel. Een andere bijzonderheid is dat als men zelf geen paard kan houden of plaatsen, men nu een paard kan leasen. Dus niet gewoon voor een uurtje een paard huren. Dat vinden wij prettiger omdat er dan veel meer gekoppeld wordt aan één paard. En de mensen zijn dan ook veel zuiniger op hun paard. En dat vinden wij wel erg prettig. Er zijn verschillende aanspanningen die op zondagochtend het parcours bereiden. Viervoud, enkel, dubbel en twee achter elkaar. Ja, nou dat is een beetje de smaak van de rijder natuurlijk, van de menner. We hebben enkelspanpaard, dubbelspanpaard, we hebben enkelspanpony, dubbelspanpony. Een tandem is een heel bijzondere aanspanning. Enkel en dubbelspan zegt al wat het is. Het is eentje of twee naast elkaar. Wat een tandem is als je twee paarden achter elkaar zet. En dat is best wel heel moeilijk rijden, want het eerste paard staat natuurlijk heel ver van je af. Dus dat is best wel iets voor de specialisten. Die hebben ook niet veel, maar we zijn altijd blij dat ze er wel bij zijn. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Aanstaande vrijdag is op Pelemaas Televisie een nieuw journaal te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Woensdagochtend is het droog met afwisselend opklaringen, wolkenvelden en stapelwolken. Dit geldt ook voor de middaguren, waarbij de temperatuur tijdens zonnige perioden oploopt tot ongeveer 20 graden. Het waait matig uit een zuidoostelijke richting. De lucht is erg vochtig en in de loop van de middag en avond kunnen enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en windstoten overtrekken. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot vrijdag.